Hoi, leuk dat je weer kijkt. Vandaag gaan we aan de slag met de Oud-Hollandse cake. En die geven we een twist met chocolade. Want chocolade maakt alles lekkerder. Ik ben gek op alles met chocolade. Mijn favoriet zijn toch wel de chocolate chip koekjes. Het zijn van die koekjes met van die kleine stukjes chocolade erin. En dat gaan we ook doen met de cake. Voor we aan de slag gaan met de cake, ga ik eerst de oven vol verwarmen op 175 graden. Het bakblik vet ik alvast in. Zo, staat dit alvast klaar. Ik begin met de Bertolli ongezouten. Dit gaan we mengen met de suiker en de vanillesuiker. Ik snij de Bertolli in blokjes. Dit is een product wat ik standaard in mijn koelkast heb liggen. Ik vind het namelijk heel fijn om te gebruiken bij het bakken van bijvoorbeeld een cake zoals deze. Bij het bereiden van een cake is het heel belangrijk dat je vetproduct, of margarine in dit geval, goed op kamertemperatuur is. Als het namelijk nog te hard is, dan mengt het zich niet goed met de andere ingrediënten. Hierdoor krijg je klontjes in beslag, maar je cake wordt bijvoorbeeld ook heel erg vet en niet lekker van smaak. Zo, dan gaat de suiker erbij. En de vanillesuiker. En om het beslag af te maken, gaan we nu de zelfrijzend bakmeel erbij. Kijk, nu zie je dus dat het een mooi en goed egaal beslag is geworden. Zo, en dan gaan we nu om het beslag af te maken de chocolate chips erbij. Zo, nou, dan is het goed gemengd. Dan mag het beslag nu in de vorm. De cake is klaar. Dan gaat het nu de oven in. Een uurtje. Terwijl de cake afkoelt, gaan wij alvast de topping van chocolade maken. Oftewel chocolade ganache. In het pannetje is alles gesmolten. Dit laten we heel even zo staan. Het vuur is uit. Gaan we nu de cake uit de vorm halen. En dan kunnen we daarna de cake bekleden met de topping. Zo, lekker hoor. En hierover deel ik nog een klein beetje extra chocolate chips. En daar wordt hij extra feestelijk van. Laten we de cake nu even staan, zodat de ganache mooi kan stollen. En dan gaan we zo aansnijden. Zo, hij is goed opgesteven, de chocolade ganache. En dan gaan we nu aansnijden, het moment van de waarheid. Ik ben benieuwd, ik hoop natuurlijk dat hij goed gelukt is. Lijkt deze cake jou ook super lekker? Geef dan je duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe video's. Tot volgende week!